Ik heb jullie al vaker tips gegeven over hoe je nou het beste kunt zingen. Bijvoorbeeld dat je rechtop moet staan. En ik heb al verschillende inzingoefeningen gegeven. Weet je nog zo? Maar vandaag misschien wel een van de allerbelangrijkste tips, namelijk het ademhalen. Want hoe haal je adem? Dat klinkt heel gek, want natuurlijk halen we allemaal gewoon adem. Maar zodra je erover na gaat denken, wordt het vaak een beetje ingewikkeld. En het hoeft helemaal niet zo heel ingewikkeld te zijn, want het gaat er vooral om hoe haal je op de meest ontspannende manier adem. En dat is toch vaak laag. Je buik werkt dan als een soort van pomp. Kijk, je legt een hand op je buik en je ademt in. Daarbij zet je buik uit, zo. Dan adem je uit. En dan valt alles weer terug op zijn plek. Dus eigenlijk werkt je buik dus als een pomp die de hele tijd in en uitademt. En je moet dus niet te hoog gaan ademen, want dat is niet lekker bij het zingen. En mocht je het nou niet helemaal goed kunnen voelen, dan kun je nog lekker op de grond gaan liggen, op je rug. Dan leg je je hand op je buik of op je ribben. En als je dan dat vaker doet, dan word je bewust van hoe je ademhaling werkt. En dat heb je zeker nodig om goed te kunnen zingen. Succes! Hoi hoi!